Zondag 10 tot en met zondag 12 augustus vinden in de Don Bosco-wijk van Sint-Niklaas de Witte Molenfeesten plaats. Het is het grootste buurtfeest van de stad rond een van de oudste monumenten op haar grondgebied, de Witte Molen. De oliewindmolen uit de 17e eeuw werd in 1850 omgebouwd tot graanmolen. Het stadsbestuur liet hem restaureren en hij maalt weer. Intussen zijn de Witte Molenfeesten al aan hun 24e editie toe. 3 dagen staat de Witte Molen dan ook centraal. Ik nodig jullie allemaal uit om in dit eeuwenoude monument een kijkje te komen nemen. Kom alstublieft binnen. Dit weekend geven we dus maaldemonstraties en kunt u alles zien in verband met het malen en het klaarmaken. Ik nodig iedereen uit op 10, 11 en 12 augustus tijdens de Witte Molenfeesten om een kijkje te komen nemen in de Witte Molen. Aan de voet van de molenheuvel in de Gladiolenstraat zorgen verschillende optredens voor een echt volksfeest. Een Sint-Niklaasse formatie bijt vrijdagavond 10 augustus de spits af. Vrijdags beginnen we eigenlijk met s'avonds de Romantics. Dus die zijn vaste waarde geworden. Die doen hier al jaren eigenlijk de opening van de feesten. Dan de zaterdag, zondag kinderanimatie, dansgroepen. En in de Witte Molentent is ambiance verzekerd. Op de affiche staan klinkende namen. Met zaterdagavond 11 augustus onder meer Yves Segers en de Romeo's. En zondagavond 12 augustus Gary Hegger en Wouter. We hebben dus een tent en een groot zonneterras ook, waar de mensen die graag buiten zitten, liever op een terras zitten. Heel veel kramen van mensen die staan met eten en met jenever en met, ja, met, er staan spelletjes voor de kinderen. Dat is hier ook allemaal aanwezig, dus eigenlijk iedereen heeft hier wel iets wat hij graag zou kunnen doen. Het grootste buurtfeest van de stad is een echt volksfeest, een Vlaamse kermis. En bovendien helemaal gratis. Op 18 en 19 augustus organiseren we een gratis rijvaardigheidsevenement op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Er zullen zowel slalomproeven, ontwijkproeven en remtesten zijn. Niet alleen dat, maar je kan ook nog eens gratis je wagen laten testen op CO en schokdempers. Niet alleen de volwassenen zullen aan bod komen, maar ook de kleinsten onder ons zullen kunnen genieten van de Q8 kinderquads, de springkastelen en bungee trampolines. Dus spektakel verzekerd, kom zeker en vast dit weekend even langs. De Rolierstraat in de Sint-Niklaasse Westerbuurt is een van de vele speelstraten die het stadsbestuur deze zomer samen met de wijkbewoners inrichtte. Een deel van de dag is de straat autovrij. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen kunnen spelen en vooral ook dat er in de zomer straten vrijgemaakt kunnen worden. Straten waar het lukt natuurlijk, waar er niet te veel doorgaand verkeer is. En dus zoals hier, ik denk dat de Rolierstraat daar een mooi voorbeeld van is. Voor de kinderen betekent de Rolierstraat als speelstraat veilig en onbezorgd samen spelen, maar ook elkaar ontmoeten. We kunnen allemaal met speelgoed en met de fiets en voor, toen dat de auto's hier waren, konden we dat nog niet. Dan een gewone straat, dan moeten wij zo elke keer als we iets spelen, dan moeten wij de hele tijd zo op het voetpad terug, en, want dan komt er een auto en zo. En bij een speelstraat dan niet. Dan mogen wij op straat spelen. En ook voor de ouders is het dé ideale gelegenheid om samen een praatje te slaan. Een speelstraat brengt ook de buurt dichter bij elkaar. De ouders die komen mee met de kinderen en zitten hier zo, gezellig, in de stoeltjes buiten en allemaal samen wat babbelen zo.